Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe Star Stable video. Vandaag gaat iets super spannends gebeuren, want ik ga namelijk mensen bespioneren. Vraag jij je nou af hoe dat gaat aflopen? Moet je zeker even deze video kijken. Oh ja, en als je al abonnee bent, check dan ook even of je belletje aan hebt staan. Want anders gebeurt er helemaal niks als ik een nieuwe video heb geüpload. Dan wens ik je nu veel kijkplezier. Joe! Oké, baas. Ik heb de verdachte in het vizier. Ik ga even de nachtkijker pakken. Ze staat wel verdacht stil. En naast haar is een gek iemand die de hele tijd af zit te stappen. Ik zal dichterbij proberen te komen. Baas. Ze staat zo stil, volgens mij is het er geen. Ik zie via de nachtkijker geen ingewanden. Sowieso een geest. Die ga ik echt niet bespioneren, dat is veel te eng. Oké, baas, ik heb de volgende verdachte. Ze heeft een gek masker op, alsof ze aan het ontvoeren is. Waar gaat ze heen? Baas, ze rent weg. Ik zie het ook via jouw cameraatje. Ze rent heel snel, alsof ze me heeft gezien. Ze gaat nu naar boven. Volg haar naar de andere kant en kijk wat ze doet. Ja, baas. Ik zou de nachtkijker pakken. Ze staat er verdacht stil. Bij twee mensen. Gaat ze die ontvoeren? Ze mag nou niet doen. Oh, ik doe alsof ik een normaal persoon ben die eventjes supersnel rond gaat springen. Baas, ze is aan het shuffelen met haar paard. Is dit wel gezond? Nee, totaal niet. Ze rent voor me weg. Oh nee, ze stopt weer. Ik ga even afstappen, anders kan ik het niet zien, baas. Ik pak de nachtkijker. Ze zit te praten. Ik ga dichterbij. Ze zit te praten met iemand. Ik weet niet wat ze aan het zeggen is, maar ze is aan het praten. Kom dichterbij. Ze zit op een groot paard. Jij zal nooit opvallen in dat donkere. Oké. Oh nee. Oké, baas. Is dit dichtbij genoeg? Dichterbij. Maar ze zien me anders. Je bent toch gecamoufleerd? Nee, niet supergoed. Ik heb een vel. Oh nee. Ik ben betrapt. Help! 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 Baas, even wel back. Het gaat echt anders niet goed. Ga maar. Ga naar de Gouden Heuvelvallei. Daar zijn vast mensen. Oké, is goed. Dat mag je zien. Oké, baas, ik ben gearriveerd. We doen het meisje met een fjord, of nee, die daar. Oké. Is goed. Volg haar zonder dat ze je ziet. Oké, is goed. Ze ging door een of ander iets heen. Alsof het ook een geest is. Misschien doet ze alsof. Volg haar. Goed. Zorg dat ze niks door heeft. Baas, volgens mij is ze gewoon aan het trainen. Voor haar naar mij gewoon. Wie weet doet ze iets wat niks. Dat heel anders is. Ik pak mijn nachtkijker erbij. Oh, nu was ze bewegen weer. Dat gaat nooit lukken. Ik pak iemand anders, baas. Dit is nutteloos. Ze is gewoon aan het trainen. Pak een meisje met een fjord. Oké, is goed. Volgens mij gaat ze in de trailer. Ze heeft je gezien. Oh nee. Ik ben er kwijt. Wie zou ik nu doen, baas? Maar iedereen die het erg kwam. Oké. Ik ga Lucy doen. Oh nee, ze rent weg. Oké, nu dit meisje dan. En Amy. Oh nee, Amy rent ook weg. Oké, Alice. Maar Alice is waarschijnlijk ook een geest, want zij staat ook zo stil. Kijk of je erheen kan. Wat? Nee. Als het nou echt lukt. Wat? Oké. Het is een geest!
Deze dragon, kom. Snel weg. Je bent gezien door een geest. Ja, dat heb ik ook wel door. Het zou ergens geheime ruimte moeten zijn. Ga langs de wolven. Wolven! Baas, ik vind het niet meer leuk. Weg. Ik neem ontslag. Eerst maak ik je missie af. Oké, prima. Daarna ga ik ook weg. Je eerste en enige werknemer gaat weg. Het is een moeras, baas. Een freaking moeras. Als ik erin val, ga ik dood. Nou, dan moet je een beetje opletten. Ik zie daar iemand, baas. Ik zal even inzoomen. Met de nachtkijker. En ze heeft ook een poort. Een kist. Een cel. Waar iets groters in past aan een vogel. Nee! Oh nee, deze dragon heeft me gered. Baas, ik kap ermee. Wat? Oké, baas. Ik ben nu hier. Bespioneer die mensen daar. Ik neem mijn spionvriend mee. Die wou ik eten. Hij is nu van mij. Verstap je achter de boom. Pak de nachtkijker. Oké, wat lijken deze bomen verdacht nep? Klopt. Ze zitten de hele tijd af en op en af te stappen. Heel vreemd. Ga er in de rust aan naartoe. Doe een horloge aan. Zo goed. Ja. Oh. Ga naar achter. Ik bespioneer jullie totaal niet. Pak de nachtkijker. Oké. Ik zit er gekke rondjes te draaien, te stijgen en zo. Ja, dat zie ik ook wel. Sorry hoor. Niet zo te schreeuwen, mijn oren hoeven nu nog niet dood te zijn. Toen, jongen. Ga dichterbij. Wat? Nee, maar ze zien mij. Ze kijken naar mij. Dichterbij. Huh? Waarom? Pas als iets tegen jou zegt, moet je weg. Oh. Oké. Dichterbij. Wat maar... Ze stijgen gewoon naar me. Ze hebben jetpen of zo. Uh-oh. Wat gaat hij doen? Ja, kijk dat. Sorry. Maar hij vindt mijn pompoentje lief. Pas, volgens mij zie ik daar iemand. Blijf uit de vlucht. Pak de nachtkijker anders. Oké. Ik hou er nu in het vizier. Zit ze bij je in de clip of zo? Ja. Ze ziet toch dat je online bent? Boeiend, ze ziet mij toch niet? Hoop ik. Oké. Ik heb haar weer. Ik zie haar weer. Waarom is de fontein groen water? Het is Halloween, Dombo. Oh ja, sorry. Oké, pompoentje, kom mee. Wat zou ze aan het doen zijn? Het lijkt wel alsof ze met iemand aan het praten is. Oh, en nu ben ik ineens wel te dichtbij, hè? Oh, nee.
Dus veel succes. Oké, ik doe nog één persoon. Dat is mijn shop die tinker daar. Maar dat is dan echt mijn laatste. En daarna kap ik mee. Blijf er daar, zeg God. Beveel me niet alles. De vorige keer was het ook al mislukt. Blijf zacht. Sorry, niet zo agressief jij. Potjan, sorry. Papoe! Help ze maar. Oh, oké. Je moet die kinderen te pakken zien te krijgen. Ik heb zin in pompoensoep. Pompoensoep. Oh nee, de kinderen, ze rennen weg. Pak ze. Ik moet hun vertrouwen winnen. Maar als ze me eenmaal vertrouwen, dan is het ook sneu als ik ze naar jou ga brengen dat ze je opeten. Schrijf mij. Ik bedoel jij ze. Kom maar, pompoentje. Er is niks aan de hand. Ik voel spanning bij jou. Spanning? Dat heb ik helemaal niet. Kom je daar überhaupt bij? Maar het is zo zenuwachtig. Wat is er aan de hand? We zijn in de buurt mee. Als je in de buurt bent, dan wordt je beeld zwarter. Je zicht. Wat, waarom? Hoef je niet te weten. Maar het is toch verdacht. Sorry. Ik zal het nooit weer doen. Wil je vanavond of eens bij mij eten? Nee, ik wil hierna niks meer met u te maken hebben. Ik ga richting de kant waar van het steeds donkerder wordt. Yes, ik heb er één. Weet ik zelf ook wel. Het is toch mijn zicht? Hij zou hier eens moeten zitten. Ik zie hem. Hou eens toch op af. Oké, is goed. Ik heb ze. Breng ze naar mij. Maar is dit zo zie? Ik hoor je baas. Laat je ons echt opeten door die mafkees? Nee, dat ga ik niet doen. Jullie horen vrij te zijn. Hier, pompoen. Pompoen, help! Dat krijg ik weer van. Baas, hij wil me gewoon vermoorden. Help! Ja, gaat stoppen. Help, zou ik helpen. Maar. Geen gevaar. Hij slaapt al. Maak hem wakker. Nee. Ik was bijna dood, meneer Mafkees. Zo. En hij geeft me edelstenen. Alleen nu, ik zag net Eden rondrennen. Hier in de wouden. Dus als het goed is hij hier ergens in het bos. En ja, Eden is dus een hele goede vriendin van mij. En ik dacht, misschien kunnen we haar wel volgen en haar dus ook bespioneren. Oké. Ze zegt dat ze in Steve is. En ik zei gewoon, oh, ik zag je gewoon zo. En ze is nu weer met iets heel anders bezig. Dus we gaan nu naar Steve. En hopelijk gaat het werken. Ik ga van het paard afstappen. Dan ga ik haar pakken. En mijn baas komt natuurlijk weer terug. Dus wel terug? Ja. Nou ja, nee. Maar ik doe het gewoon. Oké, baas. Ik ga haar zoeken. Ik zie haar. Zorg dat je haar naam niet kan zien. Volgens mij? Ze heeft me niet door. Yes. Baas, ze gaat naar haar homestable. Wat? Dus blijf hier. Dan kan jij me zien. Oké. Waarom praat je weer? Weet ik niet. Het is gewoon leuker voor de kijkers. Kijkers. Ik zeg geen kijkers. Ze is er weer. Oh nee, ze mag me niet zien. Ik ga me achter de kampompoenbus verstoppen. Wat zegt ze allemaal? Oh nee, ze zegt ah. Wat moet ik doen? Ik
ga achter haar aan, baas. Als ik haar bijhoud op een supersnelle mooie halflinger. Wat toevallig als clubhack is, want we hebben een club net voor chips. Waarbij Discord verplicht is. Linkje van zijn inschrijf staat in de beschrijving. Maar alsnog. Oh nee, ze heeft me door. Oh nee! Oké, Daisy Train. We moeten haar zien te... Daisy Train. Oh nee! Oké, Aiden is niet meer in het vizier, baas. Ze helpt me door. Vind haar. Oké. Kom, Daisy. We moeten dit redden. Anders wordt mijn baas boos. En je weet wat er gebeurt. Je kan echt niet praten als het op de taal. Ik ben er kwijt, baas. Ik geef het op. Maakt niet uit. Ik geef het ook op. Trommels, trommels en nog eens trommels. Je hebt helemaal niks aan haar. Ik zoek wel iemand anders die tenminste wel nuttig is. Trommels en nog eens trommels.